Nou, er was iemand die had hem volgens mij uitgezet. Die net aan kon rijden. Nou, wil even rijden. Bijgestaan door een hele bekende monteur die ook zijn dochter altijd bijstaat. Dat is Kimberly. Hij sleutelt nu vandaag voor Jordi van der Eyck. Ook lekker voor in te vinden. Het is Tim Martens en Jordi van der Eyck laat zich wegzakken naar een vierde plek. Vierde plek, en dan moet je er toch echt voor gaan zitten om dan weer terug te komen. Met startnummer 21 is hij dan nu wel weer op een derde plaats te vinden. Een vierde plaats zo hier, want op Spa-Francorchamps is het heel moeilijk. Daar kom je ook, je ziet ze achter de banden verdwijnen. Komen ze weer even tevoorschijn en dan daarna dan... zie je ze weer komen. Nou goed, we gaan het even zien. We gaan zien of het dan Bastiaan Bloem is op dit moment op de eerste plaats. Het is inderdaad Bastiaan van Loenen. Bastiaan van Loenen met Tim Martens. Van Loenen draaide niet. Het is weer Jordi van der Eyck die de snelste tijd laat neerzetten. 50-3-5-3. 50-3-5-3 voor Jordi van der Eyck. Hij laat ze in ieder geval nog niet los. De man met startnummer 21. De eerste twee mannen op kop. Dat zijn dan Verloenen en Martens. Die zijn weg inmiddels. Bastiaan van Loenen, dan Martens de snelste tijd, 50-1-9-6. Schreuder, dan Jordi van der Eyck en Zaldi. Kijk, hij is bezig om toch aan Schreuder voorbij te willen komen. Schreuder laat het even niet toe. Schreuder op de energy laat het niet toe. Op 1 vinden we dan Bastiaan van Loenen, ook op een energy. 2 is het Martens. 3 is het Kai Schreuder. Schreuder op 3. 4 Jordi van der Eyck. Met Kim Bosman op 5. 6 Frederik Joosten met Daniel Geel. En ja, Milan van Vliet. Hij zit er nu nog bij. Die was net ook even buiten de baan gegaan. En nu zit hij er niet meer bij. Bij mij weet ik nog niet of hij er wel of niet zich afgemeld heeft. In ieder geval, hij komt hier op het beeldscherm niet voor. Bij de... Kijk, ja. Het is ook... Hij heeft het wel zwaar te verduren, hoor, die van der Eyck. Want Bosman zit daar vlak achter met startnummer 5. De twee aan de kop, dat zijn Van Loenen en Martens, die zijn met z'n tweeën weg. Dan hebben we natuurlijk Schreuder en Jordi van der Eyck met Bosman. Leuk groepje ook bij elkaar. Geven elkaar geen 2 centimeter cadeau. En we zien Schreuder. Hij kijkt. De haat is zoeken, hè. Oh, Schreuder, 2 plaatsen naar achteren, zeg. 2 plaatsen naar achteren. Gemiddelde snelheid op Spa-Francorchamps, 78-278. Met Tim Martens op de tweede plek. En Van Loenen die heeft al een halve seconde voorsprong op Martens. Tim Bosman met startnummer 5. Aan de leiding in de volgende groep. En dan is het, kijk, aan het einde rechte stuk.
Doet hij? Wat doet hij? Hij laat hem staan. Hij laat hem staan en hij heeft zijn plek te pakken. Derde plaats van der Eyck. Van der Eyck inmiddels de derde plaats. En wat doet dan? Ja, weer terug. Hij pakt hem weer terug. De man, kijk, 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 kijk. Oh, prachtig, mooi zeg. Daar precies in de kom. Hij raakt twee plaatsen kwijt daardoor. Kim Bosman. En daardoor kan Van der Eyck ervan profiteren. En Bastiaan van Loenen met Tim Martens en dan Kim Bosman. Ja, die is een paar plaatsen staan teruggeschoven. Omdat hij toch niet helemaal op de dug was. Daar hebben we de koplopers, de nummer 13 en 22 Martens. En inmiddels weer op een derde plek is het Jordi van der Eyck. Kai Schreuder op 4-5 is het. Bosman, Frederik Joosten en dan Daniel Geel op een zevende plek met startnummer 75. Overigens een legendarisch nummer, ook op KZL, oftewel de sponsor van dit evenement en ook van de livestreaming is Kart Centrum Lelystad en ook Acer. En Bas, Bart zijn we natuurlijk, Bart Jans ook zeer dankbaar dat hij hier de sponsor van dit livestream evenement is. Daar, eentje vol in de bakken. Ja, dat is nummer 75, Daniel Geel. Daniel Geel gaat vol hier in de bakken. Hij, Daniel had toch wat moeite op de bocht om te komen, zo lijkt het wel. En klapt hier vol in de banden. Gelukkig is ze weer onderweg. En we vinden dan Van Loenen aan de leiding met Martens op 2. 1/10 zit er tussen. Dan is het de vraag natuurlijk of hij op 1 zal willen blijven. Uiteraard wil hij dat wel. Van der Eyck heeft zich los weten te weken. Hij is los van de rest. We hebben dan op het nummer 5 en dan hebben we daar achterin met nummer 6 en nummer 81. Dan spreken we over Frederik Joosten en Kai Schreuder. Daniel Geel met 75. Daar zit toch wel een geluidje in wat harder is dan normaal lijkt wel. Ik weet niet wat het is, maar goed. De twee koplopers, Van Loenen en Martens. Ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Ik ben benieuwd of Martens erachter blijft. Of dat hij op het laatste moment denkt van laatste ronde. Dan zullen we eens kijken wat we nog kunnen doen. RK1. En ik heb al begrepen, ik sprak gisteren iemand. Er schijnen toch wel grootse plannen te zijn. Ook met de RK1, ik kan er nog niet over uitweiden, maar wel wat in de wandelgangen vernomen dat er toch wel wat op stapel staat om de zaak aan de zwengel te krijgen. En zeker bij de viertakken een prachtige mooie klasse ook is. En ook goed betaalbaar met mooie teams, zoals ook de mannen voor de RK1 hem voor weinig aanbieden. En ook Montfort Motorsport die een duit in het zakje doet. Hier bij de viertakt onder leiding van Hans van Zuilen. Van Zuilen natuurlijk voormalig assistent wedstrijdleider. En nu is hij de manager van het Montfort Motorsport team. Dan krijgen we Bastiaan van Loenen op de eerste plek. Met Tim Martens en Jordi van der Eyck. Dan Kim Bosman en Schreuder. Frederik Joosten met Daniel Geel op een zevende plek. Met startnummer 75. Twee weken geleden hadden we hier ook zo'n mega mooie wedstrijd. Dat was tussen de mannen Ten Bak en dan ook de eeuwig lachende en prachtig mooie kerel. Dinan van Zilvoud, die dan achteraan meerijdt. Hij zegt, maar mij niet, ja, dat is mijn lol, dat plezier. Dat heeft hij ook, want hij stapt net zo lachend erop als dat hij eraf stapt. En
dan ook altijd de oudste fan. Ja, bij de tweetak hebben we een hele oude fan. Dat is 81 jaar, komt met gewoon met de automobiel, de Chrysler met 480 pk. En opa is 81 en rijdt gewoon nog even naar België om naar zijn zoons te kijken. De mannen ten Bak. Prachtig mooi. Ja, toch een kleine anekdote uit de tweetak-serie. Hier vinden we dan de viertak, de RK1, Bastiaan Verloenen met Martens en Jordi van Eyck. Bijna ging ze weer daar even vanaf. Daniel Geel. En het is Bastiaan Verloenen. We hebben nog 10 of 11 minuten. We krijgen nu de allerlaatste ronde. Nou ben ik benieuwd. Nou ben ik benieuwd wat Martens gaat doen. Zal dit vasthouden? Zal die het vasthouden, Bastiaan van Loenen? Of zal Martens het worden? Nou, dat moet in de allerlaatste ronde beslist gaan worden. En ik ben benieuwd of hij het zo weet stand te houden. De 1 en de 2. Daar is de laatste in de rij. Dan krijgen we de kopgroep. Daar moet hij dan aankomen. De kopgroep, ja, dat is hij dan ook. Daar is van Loenen met start nummer 13. En de tweede is dan staat er maar 77. Ja, Martens toch 2. En heel mooi is het voor Jordi van der Elk van Eyck op een derde plek met Bouwman, Frederik Joosten, met Kai Schreuder en Daniel Geel.